De kunstschilder Martin Monnikendam, geboren op 25 februari 1874, groeide op in een liberaal Joods gezin in Amsterdam. Hij had een oudere broer en twee jongere zussen. Als kind ging Martin naar de Spiegelschool. Martin wilde niets liever dan tekenen. Vanaf zijn 12e kreeg hij al les op de tekenschool. In 1891, toen hij 17 jaar oud was, ging hij studeren aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Hij woonde en werkte later in Parijs, in Amsterdam en in Italië. Door tijdgenoten en kunsthistorici die na hem leefden, wordt hij gezien als een talent dat nooit echt de waardering kreeg die hij verdiende. Monnikendam kreeg vele onderscheidingen, maar werd toch nooit gezien als een schilder uit de top van de Nederlandse schilderkunst. Niettemin stond hij bekend om zijn kleurgebruik, dat zo levendig was dat andere schilders hun werk niet graag naast dat van Martin zagen. Op 4 januari 1943 overleed Monnikendam aan de gevolgen van een longontsteking, vlak voordat hij gedeporteerd zou worden. In 1973 werd door Ruud van Helden het initiatief genomen om de stichting Vrienden van de Schilder Martin Monnikendam op te richten. Van Helden was in zijn jeugd in aanraking gekomen met zijn werk. In de ouderlijke woning hingen een paar schilderijen van Monnikendam, waar Van Helden door werd gefascineerd. Ik was 5 jaar en ik nam een stoeltje en ging kijken naar een schilderij wat bij ons thuis hing. Ik vond het prachtig. Het was een straatje in Bretagne en ik liep door dat stadje. Ik vond het beeldschoon. En mijn moeder vertelde over de schilder Martin Monnikendam. In mijn studententijd, ik was bijna afgestudeerd, zei ik tegen mijn moeder, ik wil eens wat meer zien. Nou, zei ze, dat is goed. En zij nam mij mee naar de dochters van de schilder, die woonden in 2 hele kleine huisjes in Elspeet. Toen ik daar aankwam, was ik in 1 klap verkocht. Ik vond het geweldig. Maar wat zag ik daar? Ik zag daar een grote nalatenschap helemaal naar de malle moeren gaan. In de schuur stonden gescheurde schilderijen, kapotte lijsten, kapot glas. Tekeningen waren opgeborgen in kranten in natte kelders. En toen zei ik tegen de dochters, hier moeten we wat aan doen. Waarop de dochters zeiden, nee, dat lukt niet meer, vader is helemaal vergeten en dat moet jij maar doen. En toen heb ik een stichting opgericht en u zult begrijpen dat mij het genoegen deed dat ik in 2009 een oeuvrecatalogus kon laten verschijnen waar 4.300 werken in werden beschreven. Intussen hebben wij 240 schilderijen en tekeningen weten te redden, werken die anders bij de vuilnisbak terecht waren gekomen. Daar heb je veel tijd voor nodig, daar moet je veel publiciteit voor genereren. Allemaal gelukt. En in 2009 hebben wij vele grote schenkingen gedaan. Onder andere 900 tekeningen geschonken aan het Stadsarchief Amsterdam. We hebben schenkingen gedaan aan het Rijksmuseum. Schenkingen gedaan aan het Amsterdamse Historisch Museum. Het Scheepvaartmuseum. En natuurlijk het Joods Historisch Museum. Waarom natuurlijk? Omdat Monnikendam zelf Joods was en maar met een niet-Joodse vrouw getrouwd. Want Monnikendam overleed in de oorlog. Waarom overleed hij? Omdat hij als Joodse schilder niet meer op straat mocht schilderen. En met zijn vriend, de architect De Meijeren, meeging naar een restauratieproject in de oude binnenstad. Daar een longontsteking opliep en begin februari 1943 aan die longontsteking bezweek. Het curieuze van zijn overlijden is dat daardoor de collectie gered is. Want de advocaat van de familie, de heer Kortlas Alters, schrijft op een gegeven moment aan mevrouw Monnikendam: tot mijn genoegen, maar ook tot mijn verbazing, moet ik u mededelen dat de Duitse bezetters mijn voorstel hebben aanvaard. En dat wil zeggen dat de hele collectie op naam van mevrouw Monnikendam werd gezet. En omdat mevrouw Monnikendam niet Joods was, werden volgens de Duitse wetten waren de schilderijen ook niet meer Joods. En werd de familie bespaard plundering en roof. Werken aan de collectie Monnikendam is werken aan feest. Je ziet een man die lol in zijn werk heeft gehad, die succes heeft gehad, die beeldschone tekeningen heeft gemaakt. Door zijn Joodse achtergrond kwam hij natuurlijk bij
heel makkelijk in een synagoge en heeft daar prachtige interieurs van geschilderd. En als hij in het buitenland was, dan ging hij ook weer even naar een synagoge. Maar niet alleen synagogen. Hij bezocht ook kerken, hij bezocht ook kathedralen. Het was niet dat hij zich beperkte tot de Joodse synagoge, maar omdat hij zo'n kleurrijk schilder was, zocht hij de diversiteit op. Monnikendam werd beroemd door zijn schouwburgloges, waar hij het publiek schilderde. Daar werd hij beroemd door. Daar kreeg hij ook internationale grote prijzen mee. Die loges brachten hem roem, maar zijn grootste bekendheid kreeg hij door de tekeningen van Oud-Amsterdam. Het was midden in de Eerste Wereldoorlog en de kunsthandelaar Lodewijk Houthakker die dacht, ik moet wat doen, want de handel ligt stil, en vroeg aan zijn vriend Monnikendam, wil jij Oud-Amsterdam tekenen? En Monnikendam maakte zulke mooie tekeningen van Amsterdam, dat het jaar erop naar Den Haag trok en Rotterdam trok. En al die tekeningen zijn stuk voor stuk juweeltjes. Monnikendam reisde veel en bracht zijn vakanties ook door op de Veluwe. En op de Veluwe heeft hij Elburg bezocht en daar heeft hij een van zijn mooiste tekeningen gemaakt, het poortje van Elburg, de synagoge poort van Elburg. Werkelijk een tekening op het niveau van de tekeningen van Amsterdam.